We zijn weer terug bij de St. Lawrence Rivier hier in Montreal voor de Canadese Grand Prix. Het evenement verhuisde in 1978 voor het eerst naar een variant van dit circuit. Het werd gewonnen door niemand minder dan Gilles Villeneuve, de eerste Canadees die ooit zijn thuiswedstrijd won. En ter ere van wie het circuit een nieuwe naam zou krijgen. Als je voluit racen wil zien, ben je dit weekend op de juiste plaats. Want 59% van het 4,3 kilometer lange circuit is vol gas. Met een piek van zo'n 340 km per uur in de laatste chicane. Maar die snelheid vereist discipline. Er zijn hier meer dan een handjevol muren die er gewoon op zitten te wachten om coureurs met een zware rechtervoet af te straffen. Natuurlijk is Bas van Damme er ook. Laten we het eens over Van der Berg hebben. Wat vind je van de prestatie tot nu toe in dit seizoen? Ze voorkomen fouten en hebben een goed tempo. Dus het is tot nu toe een goed seizoen. Maar of ze dat kunnen volhouden, dat moeten we afwachten. Laten we voordat we beginnen de line-up van de grid bekijken. Sergio Perez start vanaf pole position met Valtteri Bottas ernaast. Door naar de rest van de grid hebben we Hamilton, Van der Berg, Max Verstappen en Leclerc, Norris, Ricciardo, Sainz en Pierre Gasly, Ocon, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda en Stroll, Giovinazzi, Vettel, Kimi Raikkonen en George Russell, Latifi, Armstrong, Mazepin en Mick Schumacher. Het is bijna tijd dat deze vijf rode lampen uitgaan. Eens kijken wie er vandaag de leiding neemt. See a loss of power. Your MFD for a new strategy option. Copy that. The fastest lap of the race. Keep this up.
We're leading our teammate by 12.1 seconds. They're on fresh softs. They're in 19th. The time last lap was a 1:18.8. To teammate behind is 13.2 seconds. This is your final lap of the race. You're leading the pack, P1. Perez behind, they're on fresh softs. This is your final lap of the race. Number 6, congratulations on a well-deserved winning streak. Dat was weer een geweldige Canadese Grand Prix. Het is er gelukt vandaag een sublieme prestatie neer te zetten. Bas, vertel eens, waardoor hebben ze dit succes behaald? De indeling van de baan in combinatie met de baantemperatuur paste echt bij de auto. Deze auto's komen tot leven als de banden precies de juiste temperatuur hebben en de coureur heeft zelfs dat goed onder controle kunnen houden. Ze zien er zo ontspannen uit daar. Het ziet er allemaal heel gemakkelijk uit als het zo vloeiend verloopt. Ik ben behoorlijk uitgeput door de spanning van de wedstrijd, maar dat is nog niks vergeleken met onze coureurs. Ze hebben alles in het werk gesteld om er te komen en het is geweldig om ze richting het podium te zien gaan.
En laten we bekijken in hoeverre het klassement is veranderd. Van den Berg versterkt zijn leiding in het kampioenschap. Wat was er weer een geweldig talent op de baan vandaag. Maar Bas, wie vind jij coureur van de dag? Ik ga voor Van den Berg. Ze gingen heel voorzichtig te werk in de buurt van andere auto's en lieten een enorme volwassenheid en geduld zien in lastige situaties. Over naar het constructeurskampioenschap. De huidige leiders blijven hun leiding bovenaan uitbouwen. Er was ook een sterke aanwezigheid van het team van Mercedes vandaag, die omhoog kruipt. Wie weet wat de sport na zo'n evenement de volgende keer weer voor ons in petto heeft. Kijk dan weer, want wij brengen je de spanning en sensatie van Formule 1.